Mooi, die hebben we ook. Even kijken dat ik hier nog iets gemist heb. Volgens mij heb ik hier al een keertje gelopen. Alleen, toch even kijken de zekerheid. Anders ben ik heel het aan het zoeken. En ik kan me herinneren dat ik hier ooit een part... Oh, die grammofoon. Lol. What the heck is going on? Ga jij eens even weg. What the fuck? Oh my fucking god. Dit is volgens mij van vuur of zo. I guess. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb er nou niks aan. Want ik heb die part toch allemaal nog niet. Dus leuk dat ik al iets weet. Meer dan dat ik wist toen ik begonnen was. Dus we gaan erop vooruit. En daar moeten we voor passen. Die grote vriend daar, daar moeten we voor passen. Want die verplet me dadelijk. Ah, je mag only carry 4 perks. Well, that sucks. En blijf van me af! Ik ga even hier rondlopen, lopen, want ik wil niet door hem geplet worden. Want dat zou ik niet heel erg op prijs stellen. Hallo. Ik ga heel even die claimers pakken. De reden van is, als daar ook die ene robot komt. Die kleinere, weet je wel. Misschien dat die claimers daar goed tegen helpen. Ik hoop het wel. Ik weet het niet. Maar we zien dat van hij is. Ik heb echt die parts nodig van dat ding. Dus ik ga heel eventjes terug. Mocht ik op de terugweg niks vinden. Dan ga ik heel eventjes voor jullie op internet kijken. En dan is dat weer snel gefixt. Want ik heb dat de vorige keer allemaal zonder internet volgens mij gedaan. Maar ja, anders ben ik nou veel te lang op zoek allemaal. En dat is voor jullie ook irritant om te zien. En volgens mij ben ik hier nog helemaal niet geweest. Want ik heb deze deur niet opgemaakt. Dus zou hier als het goed is nog iets kunnen liggen. Nou ja, we gaan heel eventjes naar beneden. Kijken waarvan deze is. Misschien nog een paar. Hey, part, waar? Waar? Juist, we hebben in ieder geval nog een part gevonden. Ik weet niet van welke ding dit is. Dat maakt het natuurlijk ook niet uit. Dan krijgen we waarschijnlijk hetzelfde effect als deze grammofoon neerzet. Dan gaat er ook weer zo'n ding open. Ik weet nog niet van ijs of van welke ding dan. Maar dat maakt niet uit. Ik hoef nu maar één part te vinden. Ik kan alleen niet meer zien welke part. Kan ik het zien als ik op select druk? Ja. Oh god, dat laatste ding. Damn it. Weet je wel, we gaan eventjes verder, anders ben ik te lang aan het zoeken. Dus als die kerel even meekomt, dan gaan we alvast weer eventjes wat zombies afschieten. En dan zien we dat de volgende keer weer. Dus, let's get this shit started. Hoppakee. We kunnen onze drone erbij doen, gewoon wat er gezellig is. Hallo drone. Hallo meneer de drone. Oké. Okay. Als goed, ja, ik heb een nieuwe claimers gekregen, dat is altijd fijn. Ik kan het straks wel gebruiken. We zijn op zich pas bij 11, dat is toch best netjes, toch? Ik vind het wel. Wie praat nou? Was dat maar een drone of was dat weer zo'n klote ding? Die drone doet best goed werk. Ik kan die maar gewoon in iedere keer. Ik ga die daar ook wel gewoon steeds halen ofzo, ik weet niet. Want ik ben iemand die zulke dingen bijvoorbeeld niet zou gebruiken. En dan achteraf je zegt van ja, kut. Weet je wel, ik heb het al die tijd niet gebruikt. Had ik dat maar gedaan. Lol. Take Dempsey, wat? Nee, niet Dempsey. Ik ben Dempsey. Ik kan allemaal gekke stem in mijn hoofd, help me. Best grappig. De vorige keer was ik dan in wave 26 en ik heb nou al meer nieuws ontdekt als dat ik toen had ontdekt. En ik had toen wel meer parts, dacht ik. Maar gewoon het principe, ik heb meer ontdekt al, dus het is... Oppas dat nou die al die... Ik hoop dat dat de laatste is. Kan ik die drone niet terugroepen? Kom hier, ja, drone! Ik ben low on ammo, dat is niet gunstig. Zal ik meteen maar even pack punchen? Oké, misschien niet. Ik denk dat ik daar ook wel max ammo krijg, dus laat het hopen. Charging session. What the fuck is allemaal voor random geluid? Random shit krijgen we ineens allemaal te horen. Maar ik neem toch even die claimers mee. Want ik denk dat ik die straks toch wel kan gebruiken als zo'n ding eraan komt. Hallo! Ja, einde van deze week ga ik wel even pack-a-punchen. Dan heb ik als goed toch genoeg puntjes. Want ik hoef niks meer open te maken. Tenzij ze deze ronde weer al die dingen gaan kapot maken. En trouwens hoef ik nog niks over te maken. Ze kunnen deze dingen kapot maken. Mooi, Max Ammo.
Deze dingen ook naar zitten kijken, die kunnen ze kapot maken. Maar ja, dat is gewoon, dat kost maar 200 punten om dat weer te fixen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo ramp. Ja, dit ding. Zag hoeveel zombies er dood gingen naar de claymore. Claymores zijn echt super goed. Ik weet niet welke map dat was, maar toen gebruikte ik altijd claymores. Dat was echt zo fucking nice. Volgens mij was dat op die map toen dit wapen het eerst erin kwam. Ik weet niet eens hoe die map meer heet. In die gevangenis en zo, dus. Die map volgens mij. Volgens mij had ik daar altijd heel veel claymores. Maar ik denk dat jij onze laatste. Nee, je bent niet de laatste. Onze laatste maat. Ben jij de laatste? Ook niet. Wordt steeds gezelliger hier. Hallo. Oké, jij bent de laatste. We hebben net uiteindelijk voor twee dingen te pack-a-punchen. Dat is dan jammer. Maar ja, daar maak ik me niet zo heel druk om. Ik ga sowieso even pack-a-punchen. En ik had net eigenlijk gezegd dat ik zou kijken voor zombie shield, hè. Dat ga ik zo meteen dan doen als ik net pack-a-punchen heb. Dus. Als dat ding even meeloopt, anders staat dat nu weer even. Hallo, hallo. Goed zo. Meekomen jij. Dan moet ik eventjes weer die nieuwe Maxis drone ophalen. Want ja, dat is toch gewoon een kwestie van langslopen. Oh wacht, ik moet er oppassen natuurlijk dat die robots hier niet lopen. Ik weet echt niet waar de part ligt, jongens. Waarschijnlijk straks denk ik, oh god, ja, dat wist ik. Dan ben ik drie keer langslopen. Maar ja. Tam 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 tam. Woe! Nice! Fucking vet, ik vind dit echt een goed uitgewerkte map. Gewoon qua special effects en het ziet er allemaal vet uit. Eigenlijk alle mappen wel, maar deze ziet er gewoon echt heel vet uit. Er staat nou, die deur of zo, boven mijn Juggernaut. Ik weet niet eens wat het is, een deur of een O of. In ieder geval die PP's van de Pack-a-Punch. Alleen, ja, wat het andere is, weet ik niet. Oh shit. Als het goed is, stap je die niet op. Hoop ik. Lijkt mij. Holy shit. Als hij nou dood gaat, dan kan ik er echt niks aan doen. Oeh! Dat was close. Holy fuck. Ik ga even deze kant op. Ik wil gewoon even kijken of ik hier iets kan vinden. Iets vets. Maar damn, die ding kwam dichtbij. Nee, ze komen er superveel. Ik heb er nooit zoveel zien, man. Damn. Oh, dit moet ik ook allemaal nog doen, zeker. Ja, die moeten allemaal zielen of zoiets, dan moeten daarin. Lekkere zielen. Krijg ook allemaal dingen uit. Waarschijnlijk die andere, nou, die snowpass, die krijg je dan op die ene manier. Dit ding kan ik aanzetten, heb ik niet heel veel aan. Ja, ik ga heel eventjes naar boven kijken. Misschien dat er bij die... Ik weet niet hoe ik het steeds moet noemen, maar die... dat moet toch een naam hebben? Dat ding. Daar heb je toch zo'n kist bij staan. En aangezien daar ook zo'n O bij kan staan, misschien dat hier iets in zit. Hey, open box. Wat kijk eruit. Kan erger. Maar dat is leuk. Dus, zo werkt dat dus ongeveer. Ik ga nou heel eventjes op in het kijken waar dat laatste ding ligt. Dus ik spreek jullie zo meteen weer, oké? Tot zo. Nou, het heeft me 10 seconden geduurd en ik heb nu al een plek waar ik weet dat ik niet gekeken heb en waar hoogstwaarschijnlijk dat ding ligt. Dus dat is best wel grappig. Maar we gaan dus snel naartoe en dan gaan we gewoon weer zombies afknallen. En zo snel mogelijk weer wapens, pack-a-punchen en heel zooi. En wauw, er komen weer robots aan. Ik wil niet doodgaan door die robots. Dat is één ding onzeker is. Kunnen die robots niet heel eventjes wachten, eventjes stilstaan? Ik wacht heel even tot hij voorbij komt, want ik weet gewoon dat zoiets mij gaat pletten. Dat gaat gewoon gebeuren, helaas. Ik weet dat je ook in die dingen kan, maar ik wil dat echt niet riskeren. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik wil niet riskeren dat ik nou ineens down ga omdat ik probeer in zo'n robot te komen. Als je op zijn voet schiet of zoiets was dat. Oké. Hij zal nou niet ineens uitwijken en hier naartoe lopen, denk ik. Maar van strakke kwamen er ineens een stuk of 5 of zo langs elkaar lopen. Ik denk, holy fuck is dit. Best wel random. Nou, mooi. Dus wij gaan eventjes richting die plek. En dan snel, want ik kon nog mijn voet snappen. Ik weet niet waar vandaan. Oké. Nou. Het is bij de kist. Dat is makkelijk, hè. En dan kan ik wel even in de kist kijken dat ik iets leuks kan vinden. Maar op zich, dit wapen is helemaal niet verkeerd. Als je de pack-a-punch is best een goed wapen. Maar misschien is het handig om een reken te hebben. Aangezien ik flopper heb, PD flopper. Ik kan niet dood explosieven.
En niet dood door mijn eigen regen. En dat is heel erg handig. Als jij regen hebt, moet je altijd per de flopper hebben. 9 van de 10 keer ga je dood door je eigen regen. En ik heb nou toevallig die perk. Dus eigenlijk moet ik nou ook gewoon gelijk zorgen dat ik floppetje haal. En ik ben nou nog net vergeten om... om die drone te halen. Dus dat is best wel dom. Maar oké, als het goed is ligt... Ja, daar ligt het. Tada! Alles aflopen! Ik wist niet eens dat die daar kon liggen. Dus... Nou. Laten we eens even kijken waar erin zit. Oh, monkey bombs. Dat kan ook eens goed uitkomen. Hè. Dat gaan we dat ook eens doen. Monkey bombs. Nou, ga maar even snel weg. Je moet echt op een knop kunnen drukken dat hij gewoon gelijk weggaat. Want oké, die hoef ik niet. Next. Oké. Hey, Galil. Dat is ook niet verkeerd. Maar ik zag net een nieuw wapen. Dat is ook wel leuk, hè? Oh, dat is ook wel leuk. Een Galil. Dit ding heeft veel ammo, jongen, als je dit ding pack pusht. Ik vind het echt een goed wapen, die M1927. Dus ik ga toch voor dit in plaats van de Galil. Galil is ook een goed wapen. Soms zou ik misschien wel een keer de Galil hebben gepakt. Maar ja, ik wil gewoon graag dit wapen weer hier gebruiken. Dus. Oké, een kap 40. Nou, daar zitten we ook niet echt op te wachten. Weet je wat? Dat is allemaal leuk, dat gaan we wel een andere keer doen. Ik ga wel een keer die regen, maar we zijn pas bij BV 12, dus dat komt allemaal nog wel. Dan zul je nou zien dat ik sowieso afga, omdat ik nou zeg, ja, dat doe ik dan wel, weet je wel. Maar ja, we gaan even zombie shield bouwen. Hopelijk ben ik snel genoeg. Ja, yep. Snel zat, we gaan even snel naar boven dan. Zombie ding halen, weet ik veel. Die helikopter. Ik hoop dat ding meeloopt. Ik heb geen zin om op hem te wachten. En wow, wacht even. Pas op dat ze nou niet eens aankomen. Ik kan hier graven. Laat zien. Waar kan ik graven? Hallo? Oh ja. Oeps. Nou heb je een probleem. Doei doei. Oh, ik heb geluk dat die kruid er niet dood is. En volgens mij had ik hem daar gebouwd. Maar ik weet het niet eens meer zeker. Dat is het allerergste. Ik gok erop. Ik ga deze kant op. Even kijken. Ja, ik heb hier gebouwd. Ik weet het zeker. Ta. Zie je? Hij is dood. Dus dan moeten we snel zijn. Pakken we jou er even bij. Hallo, ga vliegen jij. Nou moet ik wel snel zijn. Want ik denk dat we nou best wel druk gaan krijgen. Waarschijnlijk komen nou ook weer die paladin zombies. En die andere grotere. Dus nou moet ik oppassen. Nou moet ik godsgruwelijk snel zijn. Ja, het is een ander ding komt volgens mij. Upsie. Dat is die klootzak, nee. Volgens mij is dat die klootzak. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze bedoelen die paladin, want dat interesseert me eigenlijk vrij weinig. Dit ding is best wel weak, hè, als je hem niet pakken moet snouwen. Ah, weak. Ik schiet eigenlijk voor headshots. Dat doet hij wel goed. Ja, daar heb je hem al, onze grote vriend. Oh, shit. Nee, wat doe jij? What the fuck was dat eens? What the fuck? Boom, jongen. Waar zit... Oh, ik heb hem al. Sterf jij, klootzak. Hier, bam. Oké, dat was een beetje onverwachts en random en zo. Holy shit, hij trekt mij naar zich toe. Volgens mij heb ik dat toen ook een keer gehad. Dat is fucking irritant. Waar is hij? Waar is hij, onze Maxis vriend? Want volgens mij is dat gedeeltelijk Maxis, want er zitten brains in. Ook in de zombie brains is. Of dat het echt de brains zijn van Maxis. Oh, ik hoef helemaal niet zoveel te schieten. Nee, dat was de laatste. Dammit. Nou, onze vriend is neergestort, helaas. Ah, je bent niet... Wat? Ah, hij gaat naar de charging station. Dammit. Dus. Was een beetje een aparte ronde, maar we hebben hem overleefd. Dat is het allerbelangrijkste. En die claimers werkten dus inderdaad best wel goed tegen die klootzak. Dus dat is mooi om te weten. We gaan voor wave 30, dat is alles wat ik eigenlijk nou even wil halen. We zijn op 14 en nu eens bellen. Maar dadelijk is het eigenlijk alleen nog even waves grind als het ware. Als die grote dingen niet komen, dan kan er eigenlijk weinig fout gaan. Als ik daar ook nog een rekening krijg voor het geval dat ik mij insluit. Claymores heb ik, dat is ook handig. Maar dan moet je kijken, er zijn nou superveel hè. Moet je kijken, een claymore doet wonderen. Zie je, even allemaal bij elkaar. Boom. Hey. En ik ben dood. Ik zit...